Hoi allemaal en welkom bij eindelijk weer eens een nieuwe video. Nee, ik ga het luiden, het is een hele tijd geleden. Maar vandaag ga ik iets doen wat denk ik wel interessant is om te filmen. Ik ga namelijk een buitenrit maken op de Veluwe bij de Mill Ranch in Ede. Die kennen jullie misschien wel, want er hebben een aantal YouTubers, een paar YouTubers hebben daar een paar maanden geleden ook een buitenrit gemaakt. Een collega van mij die maakt daar regelmatig een mensen van wanneer een buitenrit. En dit keer ga ik dus ook mee, dus ik ben benieuwd. Ik zie er wel een beetje tegenop, want het is vandaag 29 graden en normaal gesproken rij ik eigenlijk, als het om zo weer gaat, rij ik eigenlijk niet als het warmer is dan 25 graden. En het is een buitenrit van 2,5 uur best wel intens van wat ik van mensen gehoord heb. Dus daar zie ik al een beetje tegenop. Je kan natuurlijk ook niet echt water meenemen. Dus volgens mij hebben we wel een pauze, maar het zal alsnog wel flink heet worden, dus ik ga me goed insmeren. Ja, en daarnaast ben ik net anderhalf dag terug uit Amerika, dus ik zweef nu nog een beetje tussen Nederlandse en Amerikaanse tijdzone in. En het is nu 9 uur of zo. Ik ben echt al sinds 5 uur half 6 wakker. Dus ja, ik voel me wel gewoon wakker, maar mijn slaapritme is nog niet wat het moet zijn. Maar ik moet morgen wel weer werken. Dus ik hoop dat het wel snel recht trekt. Maar goed, ik neem dus mijn GoPro mee. Ik weet niet of ik verder met deze camera nog veel ga filmen. Want ik ga mensen die ik eigenlijk niet echt ken, dus dat vind ik een beetje graag om dan daarbij te gaan vloggen. Maar ja, ik neem sowieso mijn GoPro mee voor de buitenrit zelf.
Nou, ik film het intro echt veel later op, maar ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik zat uiteindelijk op Phoenix en ik vond het best een leuk pony, alleen hij was wel echt veel langzamer dan de rest, waardoor ik met ringgaloppen steeds helemaal achteraan zat. Terwijl ik het ook best leuk had gevonden om van keihard te gaan. Maar ja, en ik vond de rit ook best wel intens. Het is lang geleden dat ik 3 uur op het paard heb gezeten. Dus ik heb wel 2 dagen overal pijn gehad, maar nu gaat het alweer. Maar ja, ik vond het wel leuk. Ik wilde nog wel een keer een buitenrit gaan maken bij de Mill Ranch. We hadden nu de heiderit, dat had ik nog niet gezegd. Dus niet de wildrit ofzo. En het duurt eigenlijk 2,5 uur, we hebben ook nog foto's gemaakt. Uiteindelijk hebben we denk 3 uur op het paard gezeten. Ja, ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik weet niet wat ik nog meer wou zeggen. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij een video. Doei!